Gadokari? Gadokari! My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen. Des heren, dat we niet zijn. Omgekomen. My best. Het is niet wat je denkt hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen boem om met Kijkers en luisteraars. Vandaag ben ik weer in uw huiskamer met het programma Your Best is Yet to Come. En vandaag wil ik praten met u over het wandelen met God. In feite niet lopen, maar wandelen met God. Lopen is wat anders. Lopen, loop je doe het in tempo. Maar wandelen neem je tijd. Tieren tijd. Wandel, tamara, voetje voor voetje. Wandelen met God. Laten we bidden voor het woord. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor elk een die zal kijken en luisteren naar dit Woord, Heer. Heer, laat het Woord, Heer, zijn ter versterking van het geloof van hun Heer. Ter opbouw, Heer, van het geloof van hun Heer. Dat ze dichter naar U toe mogen groeien, Heer. En meer mogen gaan genieten van Uw aanwezigheid in hun leven, mijn God, uw Vader, Heer. Ik dank u, Heer, voor wat u zal doen. En elk een die zal luisteren en kijken, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ja, zoals ik zei namelijk. We gaan praten namelijk over het wandelen met de Heer. Sinds dan begin in Genesis, daar zie je al: dat God komt in Genesis 3, vers 18. En ze hoorden hem in het hof. En dat was een normaal gebeurtenis voor Adam en Eva. Dat God kwam in de avonduren om te wandelen met hun, om te komen praten met hun. Tegenwoordig namelijk zien wij God niet. Want de Bijbel zegt, namelijk, zegt in Johannes 4, vers 24: God is geest. Dus wij die vandaag wandelen met God, we zien Hem niet, maar we moeten geloven dat Hij er is en dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is. Voor wie hem ernstig zoeken, dat zegt de Bijbel. Dus we gaan het hebben over hoe te wandelen met God. God wil zich laten vinden, zodat u met hem kan wandelen. In Jakobus 4, vers 8, zegt God, nader tot mij. En hij zal tot u naderen. Hij komt dus. Als u gaat, komt hij. En Jeremia zegt, hij zoek mij. Hij gaat me vinden. Dus God wil graag dat je een relatie met hem gaat bouwen. In ons normaal leven hebben wij ook de neiging om iemand te zoeken waarmee we kunnen optrekken. Vooral jeugdigen zoeken hun speer, zoeken een vriend, een vriendin. Waarmee zij gezellige zaken kunnen gaan doen. God heeft ons geschapen met dezelfde bedoeling. Hij wil ook een relatie met ons hebben waarbij Hij ook leuke dingen met ons kan doen. Samen dat we het samen kunnen doen. Maar omdat we Hem niet zien, hebben wij de neiging: iemand in onze buurt, in onze omgeving te zoeken. Waarmee we kunnen chatten en handelen. En men zegt soms namelijk, toon mij je vrienden en ik weet wie je bent. Birds of a verder flock together, zegt de Engelsman. Gelijksoortigen. Je hebt vrienden die je kunnen optrekken. Je hebt vrienden die jij moet optrekken. Maar je hebt vrienden die je ook kunnen brengen naar verkeerde locaties. En als mens zijn we soms niet in staat om te zeggen, nee, no, deze vriendschap wil ik niet. Want het kan zijn dat je dan financieel voordeel aan hebt. En je wil het niet loslaten. Je wil niet zeggen, nee, dit is niet een vriendschap die ik zou willen hebben. Dit is een vriendschap namelijk die mij vernedert. Dit is een vriendschap waarbij ik gebruikt word als slaaf. Maar omdat waar die persoon adoreren, adore, adore, adore. dus we hebben zo'n hoogte voor lange een aanwezigheid van ze zijn van die persoon. Wel, we niet zeggen nee. Ah -ah. Wij moeten altijd een vriendschap zoeken die ons kan optrekken. Iemand waarmee we kunnen samen leven, wandelen. Die ons brengt naar het juiste pad en die ons brengt naar een hogere hoogte. In het verleden, ik weet niet hoe het nu is, ik ben lang niet in de binnenstad gegaan. Wanneer je ging wandelen in de binnenstad, was het zo druk. Dat als je niet zou opletten, dat je persoon waarmee je bezig was te wandelen uit het oog verloren. En dat kan gebeuren als je met God wandelt. Als je gaat bezig zijn met je eigen bezigheden, met je eigen zaken, want God is een persoon die je gaat aftrekken. Hij gaat je naar hogere hoogte brengen. Maar het kan zijn dat hij je gaat brengen op locaties die jouw vlees niet zou behagen. Waar in conflict zou komen met jouw eigen persoonlijke agenda. Maar God heeft het beste voort voor u. God weet waar Hij u naartoe wil brengen. God weet het. Dus u kunt gerust achter God wandelen. U kunt uw tijd nemen, want Hij heeft geen haast. Voor één dag, bij God is één dag duizend jaar. Dus stel, maar, maak maar een voorstelling van hoe snel jij loopt en hoe langzaam het is voor God. Dus. Haast je niet. Wees niet een paard, zegt de Bijbel. Om vooruit te schieten. Woom! Of een ezel die koppig is om mee te gaan. Maar wandel, neem je tijd. Israël, toen ze uit Egypte kwamen, hebben ze leren wandelen met God. Ze hebben leren handelen met God. Een ander goed voorbeeld is Abraham, we gaan zo direct praten, maar de Bijbel zegt in Jeremia 29, vanaf vers 11, misschien kunnen we het samen lezen even. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Dat zegt God, luid het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Dus als u God vertrouwt. Amos zegt, gaan twee samen zonder dat, het een, dat ze het eens zijn. Dus je komt bij God. Je bent eens. Ik ga God volgen. Ik erken dat hij het beter weet dan ik. Dat hij het beste heeft voor, het, voor mij. heeft. Dus ik ga hem volgen. Ik ga niet vooruit rennen. Ik ga hem niet uit het oog verliezen. Want als ik hem uit het oog verliezen, dat wil zeggen, ik ga verdwalen. Ik ga een verkeerde weg opgaan. Maar I will keep my focus on Him. Dat zegt Hij namelijk, ik geef je hoop voor de toekomst. Ik ken de weg. Dus ik ga je leiden naartoe. Maar je moet me vertrouwen. Want dat is een relatie. Een relatie namelijk, je moet je kunnen, de persoon waarmee je in relatie bent, moet je kunnen vertrouwen. Zie, als een huwelijk. Jij als... Manspersoon, een man natuurlijk, een vrouw. Die vrouw moet die man kunnen vertrouwen dat hij nog heeft het beste voort voor mij. Hij weet hij knows the way. Hij is mijn leader. Ik moet niet gaan proberen hem de les voor te lezen. Zo is het ook met God. Dus vrouwen, geef je man de ruimte om man te zijn in je huis. En dan lijkt het alsof hij geen man is vandaag. Geef hem de ruimte. Dan ga je zien dat hij zijn plaats gaat innemen. Maar ren niet vooruit. Want dan gaat hij rustig zitten en kijken: Oké, okay, doe. Je wilt doen? dat doe. En dan ga je klagen: Ja, maar hij doet niks in huis. Ja, Je doet zil. Ja, het kan zijn. Maar God heeft hem aangesteld. U hebt hem vertrouwd bij God. Als ze zijn: Hij is mijn man. Ja, God, hij is mijn man. Ja, God. Ja, ja, ja. Hij wil ik hebben. En God zegt, ja, hij is je man. Dus behandel hem als ze zijn jouw leider. Kijk niet, maar in die daar van je zorg om in. moet aan money, Hij heeft de verantwoording. Als man, als je hem de ruimte geeft om, van, om elke dag eten te brengen voor je thuis. Voeding. Geef hem de ruimte. Zet niet. Dag in, minuut in. te klagen aan de mensen oren. God heeft hem aangegeven. God heeft alles in hem gesteld. om u te verzorgen. Om u te brengen naar hogere hoogte. Alles is in God om ons te brengen naar hogere hoogte. Hij zegt: Ik ken u. En ik weet waar ik met u naartoe ga. Maar rijd niet vooruit. Wacht op mij. Abraham namelijk heeft opdracht van God gekregen. Om te gaan. Om zijn land te verlaten. Waar zijn familie, zijn oom, zijn tante, zijn neef, iedereen zijn totale familie was. En hij moest dat verlaten, zo ook in een huwelijk. Je verlaat in feite alles. Je ouders. Je vrienden, je sport, om te gaan in een huwelijk. Om te gaan naar een betere hoogte, een betere weg. Dat misschien je, familie, je moeder en vader niet heeft gekend. Maar God heeft het in jou geplaatst om jouw gezin te brengen naar een betere plek. Dus kijk niet om naar hun, hoe hun leven was. Hoe de situatie was, hoeveel ruzie was in het huis. U hebt de gelegenheid om het beter te doen. Verwijs niet, ja, joh, nou, 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 van mijn papa en nou, van mijn, pap, en tante, mijn, mijn abra. Nee, u kan het beter. U kan het best doen. Want God heeft u de ruimte gegeven om te gaan naar hogere hoogte. U moet hem alleen maar vertrouwen. Zo so gaan we God vertrouwen wanneer we wandelen met hem. We gaan onze tijd nemen achter hem. We gaan luisteren wat hij ons zegt. En dan komen we aan. En wordt het alleen maar beter en best. In ons leven. Dat is best yet to come ja. Yeah. Want we gaan er naartoe. We wandelen er naartoe. We rennen niet naartoe. We wandelen. En wanneer we wandelen zien we alle soort mooie zaken. Maar ook alle een beetje misschien minder mooie zaken. Maar we weten die vriend die met ons is. Die kan ons doorleiden. Die kan ons adviseren. Die kan ons helpen erdoor. Want hij is met ons, hij belooft, hij zal met ons zijn tot aan de volleening. Hij heeft niet gezegd, ga vooruit rennen. Hij zei, ik ben met jou. Ik ben een God nabij. Ik ben God bij jou. Ik woon in jou. Dus, laten wij niet vooruit rennen en wees worden. Laten we niet gaan naar de wereld terug en daar advies vragen. Hoe las je zoiets? Hoe doe je zo iets? Hoe doe je dit? Als God iemand zet op je pad, het kan zijn de geestelijke leider van u. Dan kan je ja gaan, want dan weet je, hij gaat bidden tot God. En jullie gaan samen bidden voor het antwoord van degene die jou leidt. Maar dan komt het antwoord niet vanuit een wereldse hoek of van een maatschappelijk, wetenschappelijk hoek, die zaken een beetje anders bekijkt dan het staat in de Bijbel. Want de wereld heeft wijsheid heel veel wijsheid, niet een klein beetje, heel veel wijsheid, maar vaak genoeg is het niet in lijn met het woord van God, omdat de wereld God niet kent. De wereld heeft zijn eigen manier van zaken oplossen, maar wij die God, met God wandelen, gaan onze wijsheid en gaan ons raad terug proberen te vinden. In het boek. En als we het niet vinden, gaan we bidden. Want dat is die relatie die we hebben. We kunnen praten met God. We kunnen bidden tot God. Abraham was een vriend van God. Dat kan je lezen in Isaiah 41, Hebreeën. Ja, waar God zegt, hij is mijn vriend. Hij is mijn vriend. En wanneer God je vriend is, dan kan hij praten met hem. En hij praat terug. Laten we kijken in Genesis 18. Vers 17 en 19. Daar komt God aan om... Sodom en Gomorra... in feiten te vernietigen. Maar voordat hij aankomt, gaat hij bij zijn vriend... Abraham. En hij gaat lekker zitten. Abraham... zit aan God komen. Het was niet... het feiten... hoe zeg je... maar Het is... Die manier van hoe ik met mijn vader een beetje omga. Ik ben vrij, hij weet ik ben vrij met hem. Hij accepteert me zoals ik ben. Dus Abraham komt aan. En hij is verheugd. Dus God komt aan bij Abraham en Abraham is verheugd. Zegt, hé hey Sarah, mijn vriend komt aan. Doe wat je moet doen, zodat we samen kunnen eten. Maar nadat hij alles heeft gedaan... Dat zien wij in 18, vers 17. En de Heer dacht: Zou ik voor Abraham immers. verbergen wat ik ga doen? Wanneer je met God wandelt, gaat Hij niets verbergen. Hij gaat alles voor je openbaren. Want dat is die trotsrelatie. Dat is die vriendschaprelatie. Die hij gaat hebben met hem en hij met jou. Dus hij zegt, ga ik wat verbergen voor Abraham, wat ik ga doen? Abraham immers zal voor zeker tot een groot en machtig volk worden. I know the way. Ik, ken, ik weet wat ik voor u heb voor klaargelegd, zegt God. Dus hij weet van Abraham, deze heb ik bestemd. Ik weet, hij is mijn vriend. Ik ga hem zegenen. En hij gaat een groot en machtig volk worden. Dus ik moet hem erkennen. Ik moet hem als mij, werkelijk als mijn vriend behandelen. En dat wil God ook met u, met mij. Hij kent de plannen die hij heeft met ons leven. Dus als hij wat gaat doen ons gaat raken... of een familielid van ons... want in deze ging het om Lot... die daar woonde... gaat hij het ons kenbaar maken. Maar het gaat... hoe is onze relatie? Wandelen we met God... of rennen wij vooruit? Of staan we sterk... of hebben we hem uit het oog verloren? Zijn we op onze eigen weg gegaan? Zijn we onze eigen winkel gaan shoppen? Je weet hoe het gaat toch... wanneer je... Een drukke winkel heb je, loop je samen met iemand, je wandelt, je kijkt mooi, hey, is mooi, is mooi. plassen en je waar is de persoon? En de persoon is verdwenen. De persoon is een hele andere winkel ingestapt. En jij gaat vooruit, want je denkt de persoon is nog steeds met jou. Laat het niet zo zijn bij God. Met, wij met God. Laten we hem in vizier houden. En laten we ons eigen pad niet opgaan. Maar steeds, elke ochtend, elke dag. Bidden dat je vader leid mij ook deze dag. Toon me wat ik moet doen voor u. Help mij, sta mij bij. Vraag hem elke ochtend, elke avond wanneer je slaapt. Dank hem. Dat is die relatie en feiten met God die je moet nahouden. Als je kan bidden een uur, als je kan bidden, ik weet niet hoe. Maar elk moment, elke seconde, elke dag heb contact met uw God. Dat is uw manier om hem te tonen. Ik wandel met, ik ben met u. Ik vertrouw op u. Ik verlang een relatie met u. Dus Abraham krijgt de gelegenheid om te praten. En hij praat en God luistert. Zie je, dat is een relatie. is een relatie. God zegt niet, Abraham, je hou je mond. Ik heb gezegd. Huwelijk weer. Man, vrouw, Later communicatie zijn tussen jullie twee. Man, wees geen basha. Wees geen tiran. Maar luister naar die vrouw. Communiceer met die vrouw. Heb aandacht voor wat ze zegt. En vrouw, als het moet op een nederige manier, op een respectvolle manier, geef antwoord. Reageer. Zeg wat op je hart is. En een man zal moeten luisteren. Want hij vertegenwoordigt Jezus in de relatie. Hij vertegenwoordigt God. Dus man, mannen, aard aardje de vrouw. Tak aan de vrouw, dan ga ik like spikken. Wij moeten ze behandelen als werk. Dus laten wij geen tiran zijn. God is dat niet geweest. God heeft ons getoond... In de relatie van Abraham. En ik ook in de relatie van V.A. David. Dat hij kan praten en communiceren met ons. En vandaag kan je me vragen, maar, hey, maar hoe hoor ik Gods stem? Wel, je gaat het weten. Hij gaat het plaatsen op je hart, het gaat branden. Of je gaat in zijn woord gaan en dan gaat hij je richting geven op hetgeen je wil weten op jouw vraagstuk. Zo antwoordt God. Bijbel, het woord van God. Of hij kan je persoonlijk laten horen. Alsof iemand het influistert. Maar God praat nog steeds. Hij leeft. En als hij leeft, kan je met hem communiceren. En het begint allemaal. Als jij die Jezus nog niet kent. Of God nog geen relatie mee hebt. Door jezelf aan hem te geven. Is net als in... Matthäus 13. Waarbij Jezus het voorbeeld geeft dat iemand loopt en ziet een kostbare parel op een landschap. En wat doet hij? Hij gaat terug en verkoopt al zijn bezit. Al hetgeen dat hij heeft, om het stuk landschap te kopen. En zo is het nu als je weet dat God goed is en waardig is om een vriendschap met hem aan te gaan, om te gaan wandelen. Dan wat je moet doen, je moet het besluit nemen. Je kostbaarheden, dat zeg je eigen weg, je eigen gedachten, je eigen verlangens aan de kant te zetten. En zeg God, I want you. Ik wil u hebben als mijn vriend. Ik wil u hebben als mijn leider. En dan zegt Petrus, 1 Petrus, namelijk 2. Leg dan alle kwaadwilligheid, alle bedrog, heugelaarheid. Afgeuns en alle kwetsprekers en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, onvervalste melk, want je hebt vervalste melk ook, opdat jij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, dat je mag opgroeien, dat je mag wandelen en groeien terwijl je wandelt, groeien ervaring. En ik wil u de gelegenheid geven vandaag ook om het te doen, om het besluit te nemen. En dat gaat simpel door een stuk, een gebed. Dat u gaat opzeggen en geven aan de vader. De vader die luistert en die hoort. Dus als u klaar bent en u zegt: Ik wil de Heer accepteren. Ik wil mij geven. Ik wil deze God ook als mijn vriend hebben, als mijn Heer. Dan kunt u nu met mij bidden. Zeg, Vader, ik dank u voor uw genade. Ik dank u, Heer. Voor uw liefde. Vandaag neem ik het, het besluit. U te accepteren. Als mijn leidsman. Als mijn koning. Als mijn redder. En als mijn verlosser. Vergeef mij Heer. Al mijn zonden. En maak mij Heer tot een kind van u. Ik dank u Jezus. Amen. Oké. Okay, we gaan dit deel afsluiten. Hoogwaarschijnlijk ga ik volgende week er mee door. Dan gaan we gaan in het licht, we gaan gaan in het woord, wandelen met het licht, wandelen met het woord. Vader, we geven u lof en we geven u dank. Voor dit moment, heren, voor uw volk, voor zij die hebben geluisterd, heren. Heren, laat het woord hen aanraken, heren. Heren, waar onduidelijkheden zijn, heren. Maak het duidelijk in hun hart, heren. Dat ze het woord mogen begrijpen, heren. En ik dank u, vader, voor wat u verder zal doen. En heren, ik leg zegen uit. En ik vraag dat u uw vijver mag leggen op elk een, heren. Die het verlangt en die het nodig heeft. Heren. In Jezus naam. Wees gezegend en laat de fever van God met u zijn. In Jezus naam. Amen.